De snodder opereert in de marge van de wet. Een overtreder en dienstverlener. Maar een moment met hem is als een oase te midden van de bruisende stad. Wie stapt erin in ruil voor een goed gesprek? In deze nieuwe serie rijden we met de Damsco-snodder op zoek naar mensen die van A naar B moeten. De Wijtenbachstraat, aan het eind van de Dappermarkt. Het is 1 uur 's middags. De eerste marktinkopen zijn gedaan, de trolleys zijn vol. Een rietje scoren moet hier lukken. Wij gaan lekker voorzitten. Yes! Zo. Dan gaan we even kijken. Wat is uw naam? Mijn naam is Georgina. Georgina, welkom. Yeah. Ik ben Waldi. Hallo. Hi. We gaan naar... Wat is de straat? Broekmanstraat. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Ghana. Oh, dat bedoelde ik niet. U bent naar de markt geweest. Ja. Yeah. Oh ja, ja, ja. Wat heeft u gehaald? Want ik heb wat tassen achterin gezet. Ik heb aardappel en... avocado en palmolie. Is dat een Ghanese gerecht? Ja, ja. Met tomaat, peper, knoflook. Oké. Okay. Hoe heet dat gerecht? Heeft dat een naam? In mijn taal. Het heet ngufroye. Ngu betekent palmolie. Oh ja. Ja. En fryer betekent saus. En voor wie gaat u koken? Voor mezelf en mijn kinderen. Oh ja. Maar eet u elke dag Ghanese? Het meestal, maar het soms verschilt. Door mijn kinderen maak ik ook eten, verschillend eten. Uw kinderen zijn hier geboren? Ja. Willen ze soms ook wel eens gewoon stampot eten? Of gewoon wel eens of spaghetti of zo? Ja, ja. Maakt u dat ook? Ik maak dat ook. Bami, nasi. Maar Surinaamse? Ja. Van de homemade gerechten van Georgina uit Oost switchen we naar Oud-West. De kruising van de Overtoom en de Constantijn Huygensstraat. Het OV raast hier maar door. Dus een goede snorder moet snel handelen. Welkom. Ik ben Waldi. Waldi. Ik ben Sikko. Weesperplein, hè? Ja, 8. Even kijken, Weesperplein. Wat gaat u doen, als ik vraag mag? Ik heb de overleg. Ik werk bij de gemeente Amsterdam. Bij gemeentelijk vastgoed. Ik heb daar om 1 uur overleg met de externe en met de directeur. Gemeentelijk vastgoed? Ja, dat klinkt heel geheimzinnig misschien, maar... Moet je denken aan, nou ja, Paradiso, Carré, maar ook gewoon een buurthuis of een afvalopslagplaats. Dus het kan alles zijn. Over vastgoed gesproken, ja. Waar staat uw eigen vastgoed? Mijn eigen huis. Ja. Dat staat in Castricum. Oh, oké. Okay. U bent officieel niet eens Amsterdammer? Ik ben Amsterdammer geweest. Geweest, hè, denk geweest, ik wel. Gestudeerd, verloofd, Stadionplein gewoond, op de Hoogste Dijk gewoond. Ah, kijk. En op een gegeven moment komt de eerste en dan denk ik, ik wil toch iets meer rust en iets meer regelmaat. We zijn weer Bakkum gewonnen. En we zijn nu tussentijd ook weer verhuisd een dorp verderop. Nou ja, je bent natuurlijk elke dag in Amsterdam, denk ik. Nee hoor, ik werk hier 3 dagen in de week. En ik ben er dus regelmatig in Amsterdam. Ik heb in Amsterdam mijn sociaal leven liggen, maar ik ben niet zeker iedere dag in Amsterdam. Maar mist Amsterdam dus niet, in die zin om te wonen? Of wel? Ja, dat is een gemene vraag. Ja. 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 Ik heb daar hele mooie tijd doorgemaakt. Met alle besonjes en alle problemen. Het is een mooie stad om te leven. Er gebeurt wat. Bruist. En met alle respect voor Limmen. Maar dan gaan om 8 uur de luiken dicht. Dus dat scheelt. Ja. Dat is wel jammer. We rijden weer even mee met de Ghanese Georgina. Die in de snorren vertelde over haar kookkunst. Wat is het lekkerste Ghanese gerecht? Fufu. Ja? Ja.
Maar fufu is toch gewoon cassave? Ja, cassave en bakbanaan. Groene bakbanaan. Ja. Maar is samen geperst, toch? Gewoon, ja. In Ghana kan je met... dat heet mortar en pesto. Ja, met, ja. Ik weet wel, met een mortel eten. Ja. Maar hier we hebben de die poeder in vorm van poeder. Mm. Dus. Oh, dan moet je hem aanleggen met water. Ja. Zo. Ja, oh, ja. Ja. Maar het is niet echt de fufu. Ja, maar. Maar wel... Ja, maar die ingrediënt is die echte ingrediënten. Dus. Ja, ja, ja. Fufu is één. Maar we hebben verschillende soepen. We hebben light soep. Light soep is gemaakt van antroa. Antroa? Ja. Ja, de Surinamers kennen antroa. Ja. Maar antroa is niet lekker. Is gezond. Ja. Alle Surinaamse kinderen vinden antroa vies. Ja, die Surinaamse antroa is... Hij is bitter. Ja, maar die van Ghana is niet bitter. Echt niet? Nee. Dan moeten we die een keer gaan proberen bij Surinamers onderling. Maar, ja. maar voor fufu kan ik u altijd wakker maken. Dat vindt u zo lekker? Ik mag het als ik u midden... elke zaterdag. Oh ja. Kijk, hoe... Oh, u laat me gelijk een videootje zien. Dit is fufu van bakbananen. Bakbananen, ja. Ja. Maar het is veel werk, of niet, om het te maken? Het maken is niet zo voor me erg. Want u zegt, ik maak het één keer per week op zaterdag. Ja. Ja. Zaterdag is fufu-dag. Ja. Nederlanders hebben op woensdag hakdag. Oh, oké. Okay. Ja, en dus zaterdag is fufu-dag. Ja. Vanaf nu. Okay. Ja. We zijn er, hè? Dit is mijn plek, ja. We zijn okay. Er. Nou, dank u wel. Ja, graag. Okay. Eet smakelijk. Voor later. Ja. Doei. Op het moment dat de pannen op het vuur gaan in Oost, maken we met onze interim vastgoedmanager van de gemeente, Sikko, een trip down memory lane. Maar wat was de ideale stapavond voor u in Amsterdam vroeger? Donderdagavond. Ja, waar gingen we heen? Ja, dat is heel vroeg, hè. Dat is 30 kilo geleden, 40 jaar geleden. Nee, we gingen uit. En dan ging naar het Rembrandtsplein of in de Matzo dansen of wat dan ook. Maar nogmaals, als je mij ziet zitten, dan denk je van dat kan niet. Nou, nee, de Matzo en de It en noem het op, die tijd. En waar dans je dan op? Jeetje. Die tijd? Ja. Poeh. Nou, ja. Even 17. Ja, een beetje niet new age, iets rustiger, iets modieuzer. Het moeilijke ABC. ABC ken je denk ik wel. Zing eens even. Nee, dat moet je niet vragen. Nee, dan is Amsterdam leeg. Moet je niet doen. Nu is mijn muzieksmaak wel veranderd. Wat toegankelijker geworden. Maar nu veel oude soul. Oké. Ja, maar over 10 jaar is weer wat anders. Oh, dat verandert ook met de tijd. Ik ben niet iemand die nog steeds LP van David Bowie draait, nee. Niet? Nee. Oh, maar dat zie je juist heel veel bij ja, dat klopt. Mannen van een bepaalde leeftijd. Bowie, dat is echt mijn ding. Of de Stones. Of... Ja, de Stones vind ik echt heel zielig. Bowie vind ik goed. Wat vindt u van de Stones? Nou, laat me ophouden, want ik kom op tv. Zijn nou zielig? Dat ja, dat zei ik inderdaad. Kom man, hey. Dan ben je 88 en dan ga je nog extra doen. Nee, ik vind het knap over die mannen. En ik ga het zeker nooit bereiken. Echt niet, laat ik de helden zijn. Het is geen haat en nijd en afgunst. Sommige mensen vinden dat juist prachtig. Ja. Maar je moet jezelf toch uitvinden ook. Hè? Blijven uitvinden. Ja, ja, ja. En je hoeft niet ieder jaar jezelf uit te vinden. Maar al 50 jaar hetzelfde doen. Nou. En hoe kom je dan ineens bij de oude soul terecht? Nou, maar dat was het eerst dus niet? Nee, het was het eerst niet. Je gaat er beter luisteren. Je krijgt daar... Ik krijg er respect voor. En dan heb ik niet over Marvin Gaye, want dat vindt iedereen goed. En Tammy Terrell. Nee, veel. Dat kan van alles zijn. Tammy Terrell, ja. Tammy Terrell is natuurlijk heeft een nummer gemaakt met Marvin Gaye. Mm-hmm. Nee, dat kan van alles zijn. Tammy Terrell en Tammy Marvin Gaye. Ja, welk nummer is dat nou ook alweer? Want ik kende dat altijd heel goed. Ja. Is dat Stop, Look, Listen? Of is dat... Nee, dat is met Diana Ross. Ja. Welk nummer is dat die ze samen hebben gedaan dan? Weet ik niet. Dit is nu je vraag. Maar ik, Diana Ross, om even een gesprek van onderwerp te veranderen. Dat is wel... En dan heb ik het meer over de oude Diana Ross. Maar dat is wel gaaf.
Ja? Ja. Ook de bas van Dan Ross is erg, erg goed. Wat leuk. Wat nieuwe nummer van. Alle clichés op een rijtje. Ik zou dat niet denken als ik u zo zie. Dat die man zit in de oude soul. Dat ik wit ben en ik heb een colbertje? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, auto staat altijd op. Dat het gewoon een goed ritme heeft. Ja. Goed gevoel geeft. En ik heb... En met welk nummer zingt u het hardst mee? Geen tijd om hem op te zetten. Nee, dat gaat niet lukken. Welke is dat? Nou ja, de Bos. Mooi nummer. De Bos. Ja. Hier gaan we in? Ja. Je hebt meer rust om te keren. En die achterin zetten. Kijk. Nou ja, 80 springt er vanaf, hè? Dat gladde. Ja. Hier word je blij van? Ja. Ja, hier ga ik mijn dag op afmaken. Wat goed. Ja. Ik ga eruit. Ik ga naar mijn overleg. Veel succes. Dankjewel voor je rit. Hoi, hoi. Hoi. Even een minuutje. We moeten wat pak uit de achterbak. Bedankt. Hoi, hoi. Succes. Zeker. Zo. De volgende keer in Snodder vertellen Miri en Kees het geheim achter hun 54-jarig huwelijk. Tegenwoordig zeggen ze de vonk moet overslaan, maar heb jij dat zo beleefd of niet? Ja, ja toch? Ik wel, ja. 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 Kees heeft die vonk wel gevoeld. Ja. Ja, hij is er nog van onder de indruk.